Ik kan me voorstellen dat het een verrassing is voor jullie. Niet alleen voor jullie, voor jou, maar voor andere mensen natuurlijk. Spartanen en het Nederlandse voetbal. Ja, ik heb altijd contact gehouden met Sparta. En ja, ik was inmiddels trainer geworden bij Panathinaikos als assistent. Alleen ik kon mijn papieren niet halen daar. Dus ik heb erover nagedacht om terug naar Nederland te komen om hier te beginnen. En ja, na gesprekken mocht ik aansluiten bij Sparta. Dus ja, ik vind het natuurlijk fantastisch om ook weer een balletje te gaan trappen. En ik ben heel gemotiveerd om voor deze mooie club te voetballen. Dat kan ik me voorstellen, want hier liggen jouw roots. Maar nog even terug naar je antwoord. Je wil je trainingspapieren halen, maar je komt hier voetballen. Hoe zit dat dan precies? Ja, kijk, de bedoeling was om hier mijn trainingspapieren te gaan halen. Maar ik kom nu voetballen, dus de focus aan de voetbal en ja, de trainingspapieren ga ik erbij halen, ja. En waar is dan die omslag gekomen dat je dacht van, ik ga toch weer voetballen? Miste je het zo erg? Ja, toen ik wist dat ik terug zou komen. Uiteindelijk dan, ja, dacht ik er nog aan van, misschien kan ik nog wel een balletje gaan trappen. En ja, bij deze is het terecht gekomen dat ik hier ga voetballen. Maar een balletje trappen als professioneel voetballer is niet zomaar een balletje trappen. Dat is heel je leven weer voor omgooien en je leven anders gaan inrichten. Mist je het zo erg dat je op de bank zat bij Panathinaikos dat je dacht van, ik wil het veld weer in? Zeker, als voetballer. Ik heb heel mijn leven gevoetbald. Ik denk elke voetballer die gestopt is, die zal het missen. Dus dat het niet alleen bij mij is. Alleen, ik heb nog de mogelijkheden om te gaan voetballen. Ik ben gewoon nog fit. Ik ben nog niet zo oud dat je... 33? Ja, 33. Ik word 34, maar ik kan het nog dus. Want hoe heb jij je conditie op peil gehouden daar? Ja, ik heb mijn conditie op peil gehouden op een bepaald niveau. Het moet natuurlijk beter, maar ik ben goed genoeg om aan te sluiten. Ja. Dan natuurlijk de gesprekken met Alex Pastoor. Heb jij zelf met hem contact gezocht of hebben zij contact met jou gezocht? Nee, ik had met iemand anders van de club had ik contact over de licentie om de cursus te gaan doen. En daarna heb ik dus contact gehad met Alex Pastoor. En hebben we het over voetbal, eigenlijk over voetbal gesproken. En uiteindelijk sta ik hier. Want hij zei volgens mij anderhalve week geleden in de Voetbal International van, nou, we zijn rond met de selectie. Maar hij kon jou niet laten lopen? Ja, waarschijnlijk was hij ook rond. Dit is ook een verrassing voor iedereen natuurlijk dat ik eigenlijk hier ben. Dus. Want wat zijn zijn plannen met jou? Ga jij als verdediger in aanmerking komen of vooral als verdedigende middenvelder? Ik ga nu gewoon aansluiten met het team. Weet je, ik ga gewoon lekker trainen en dan zien we wat er gaat gebeuren. Ik ga lekker voetballen, lekker trainen en ik kan zeker gaan helpen die jonge jongens. Weet je, ik ben wat ouder, ervaren en het zit ook wel in me om jongens te helpen. En de team natuurlijk. Ja. Maar als je terugkeert van een rol als assistent trainer en weer gaat voetballen, dan ga je volgens mij niet voor een plek op de bank. Alle voetballers willen voetballen, jongen. Dus. En hoe ga je dat met de trainingspapieren doen? Hoe gaat het er in de praktijk precies uitzien? Ja, ik heb geluk gehad dat Sparta mij daarbij wil helpen. Dus ik ga dat intern doen. Mijn UEFA B en C ga ik intern doen. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Dat ik het niet eerder heb gedaan. Ik heb de laatste jaren in het buitenland gevoetbald. Dus, maar gewoon heel blij dat ik dat hier ook kan gaan doen. Eigenlijk bij de club uit mijn hart en waar het allemaal is begonnen. Ik ben hier een paar staten verder ben ik geboren. Dus, Ja, hoe voelt dat om dat Sparta-shirt weer aan te hebben? Ik bedoel, zit hij een beetje? Wendt het weer? Het is wel een beetje gek, ja. We hebben ook op het veld gestaan, een nieuwe veld. Ja. Wat hoger, zag ik. Kunstgras? Kunstgras, ja. Dus, maar het voelt goed. Ik heb het heel veel jaren gedragen, dus het voelt heel hartstikke goed.